Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Postal 2! Yes, het is weer terug! Postal 2 is echt een fantastische game. Er zullen redelijk wat mensen op mijn kanaal zijn die deze game niet kennen. Ik raad die zeker aan bij het begin van deze serie te beginnen. Er staat gewoon een linkje in de beschrijving. Postal 2 moet je vergelijken met GTA, alleen dan helemaal over de top. Je hebt wapens zoals... Zoals, ik ben even aan het scrollen tussen mijn wapens, voor het geval je het nog niet door had. Zoals, dit ding schiet scharen af, die alle kanten opketsen. Maar ook, wapens, die afschieten. Is dit hem? Nee, dit is de gewone granaat. Dit ding schiet katten af, die bloeden uit hun anus. Dat is ongeveer GTA, maar dan veel beter. En als ik veel beter zeg, dan zeg ik, ja, deze man's organen liggen eruit. Oké dan, we gaan gewoon verder waar we gebleven waren met de serie. En het leuke is dus eigenlijk dat deze game heeft opnieuw een DLC gekregen. Deze game kwam uit in 2002 of zo. En opeens zeiden de makers, fuck it, er komt een nieuwe DLC. Dat is toch geniaal, zo'n oude game. Opeens een nieuwe DLC. We gaan dus eerst deze DLC afmaken. We spelen momenteel de A Week in Paradise DLC. En als die af is, dan gaan we dus verder met de nieuwe DLC. Dus dat wordt een groot pretje, hoop ik. Ik heb dit stukje net al een paar keer gespeeld, want het is redelijk moeilijk. We zijn gebleven op een militaire basis. Vorige aflevering hebben wij, als ik me niet vergis, de Taliban verslagen. Die man viel zojuist dood, heel erg ver in de verte. Vorige aflevering Taliban verslagen. Deze aflevering zijn we op een militaire basis en moeten we ontsnappen. Ik zal af en toe een beetje opslaan, want ik ben dus net redelijk vaak dood gegaan. Dan moet je iedere keer alles opnieuw doen tot je laatste opslagpunt. Dus het is best handig om af en toe handmatig eventjes op te slaan. Dankjewel, dode soldaten zonder benen, voor jullie gratis spullen. Ik ben dol op gratis. Dankjewel. Oké, het probleem is nu een beetje dat als je hierheen loopt, komen er een paar grapjassen hier vandaan. En die gaan je dood proberen te maken en zo. Ze hebben vooral honden bij zich. Zoals ik al zei, het zijn zo grappen maar... Oh, waar komt die man vandaan? Ik weet niet waar die vandaan komt, maar hij gaat naar de dood. Hahaha. Is goed, ze komen er nu wat hondjes aan. Zoals deze man daar. Oh ja, er zijn ook wat gasten met rocket launchers. En er zijn zojuist misschien wat vliegtuigen ontploft. Ga eens dood, hond. Dankjewel. Super mega bedankt. Er zijn twee gasten met rocket launchers, heel erg in de verte. Gelukkig heb ik nog één kogel in mijn sniper, dus ik kan even kijken wat ik daarmee kan doen. Voor mij doen ze hem alsnog damage, ondanks dat ik hier achter sta. Dat is een nadeel van rocket launchers, denk ik. Misschien moet ik gewoon nog verder weglopen. Deze sniper heeft voor mij best een goed bereik hier. Ik kan nog cheaten dat ik oneindig ammo heb, maar dat is niet leuk. Even kijken hoor. Schiet niet op mij, ik ben onschuldig. Voor mij staat hij daar. Aan te zien waar de kogels vandaan komen, staat hij daar. Ik zie het alleen niet goed genoeg. Is dat hem? Raak ik hem nu? Er zijn veel te veel explosies in mijn beeld om het goed te kunnen zien. Verdomme. Ik moet even in zo'n wachtentoren klimmen, maar voor mij kan dat niet. Misschien kan ik het vanaf hier beter zien. Hallo? Ik wil graag iemand doodschieten, maar ik heb niet echt goed beeld. Oké, weet je wat? Ik klim hier even op. Dat is een mini wachtentoren. Misschien kan ik hem vanaf daar 360 no-scopen. Zonder de 360 en zonder de no-scope. Ja, dat lukt wel vanaf hier. Daar zo. Wow! Gasten! Niet cool! Ik heb gemist! Lul! Oké, ze zijn best wel boos. Oh shit, sorry. En vanaf hier raken met zo'n kat is heel moeilijk, want die katten vliegen nogal met een boogje, zoals je kan zien. Dus vanaf... En je moet ze echt raken voor een goede explosie. Dus ik kan denk ik het beste vanaf hier proberen met mijn assault rifle wat te bereiken. Ik kan ook wat scharen op ze afschieten. Iedereen is dol op scharen, maar vliegen die wel redelijk rechtdoor. Misschien hebben we die gast nu onthoofd, ik hoop het wel. Die andere gast nog even proberen te onthoofden met de schaar. Misschien heeft het gewerkt, waarschijnlijk niet. Oké. De enige manier die we eigenlijk hebben om deze gasten te verslaan, is er keihard op aflopen. Ik denk met onze assault rifle. Hopen dat het wat wordt. Hallo beste vrienden van het leven. Gaat het daar misschien een beetje goed? Trouwens, ondertussen vliegen er heel veel bloedende anuskatten door de lucht heen. Dat is gewoon een dingetje. Oké. Probeer ze te raken, Rick, alsjeblieft. Je bent onze enige hoop. Yes, hij is dood. Nice. Oké dan. We zullen meteen verder moeten, terwijl katten de lucht en hemel vullen. Nou, zo'n vraag wil ik opslaan. Ik heb wel heel weinig HP, maar we doen het gewoon eventjes. We gaan nu de fabriek in. Nou ja, fabriek. Wat maakt het leger eigenlijk in de fabriek? Oorlog! De oorlogsfabriek. Oké dan. Er staan hier en daar wat boze mensen die mij dood willen hebben. Waarom weet ik ook niet precies. Ik ben fucking awesome. Waarom zou je mij dood willen hebben? Oké, die gast gaat ook... Ah, gewoon een granaat! Denk ik. Oké, of niet. Ik ren heel langzaam weg voor zijn granaat. En... Oh, er is een hondje. Hallo. Hondje waf. Oké, er komt nog een man naar buiten. Ik wacht hem op. Haha! Get no-scoped! Of iets in die richting. Oké, daar zit nog een zielig mannetje. Wat een zielige mannetjes zijn het ook. Ze hebben geen kans tegen mijn awesomeheid. Oké. Ik heb nog twee biertjes bij me. Pam, pam.
Daar krijg je die dikke HP voor. Nou ja, het is best fijn. Oké, we zijn binnen. Ik kwam binnen zonder kloppen. Oké, ik leef ook nog steeds. Waar komen al die lege gasten vandaan? Zouden ze daar alsjeblieft mee willen stoppen? Oké dan. Geen idee waar ik nu heen moet eigenlijk. Iedereen is dood, dat is het belangrijkste. Ik kan vast ergens opklimmen hier. Kan je hierop klimmen? Oh, sorry. I'm so sorry. Oké, dat is in ieder geval helemaal kapot gegaan. Hartstikke mooi. Dit ziet eruit als een soort van ladder. Ik heb geen idee of jij op ladders kan klimmen. Ja, je kan op ladders klimmen. Wauw, wat cool. Oké dan. Wat is hier? Oeh, hel. Dat kan er wel in. Hier is nog een leuk boek. Oké dan, wat nu? Ik zie daar wel een deur met exit. Ik kan best wel goed deuren intrappen, dus laten we gewoon de exit nemen. Bam! Oké, even opslaan. Ik zit op volledig HP. Als het goed is je HP maximaal 100, dus ik pak die andere health pack daarom niet op. Voor het geval je dacht, wauw, misschien kan ik nog teruglopen of zo, weet ik veel. Oké dan. Deurtje open. Hallo iedereen! Is er nog wat leuks te doen hier? Ik ben er namelijk, dus er is sowieso wat leuks te doen. Oeh, we glippen even hier doorheen. Aha, een doos. Cool bewaren staat er op de doos. Nou, ik ben hartstikke cool en ik zal je bewaren. Oh, dan kun je mooi weer terug. Dankjewel, doos. Ik hou eeuwig van je. Bam! Oké dan, tot nu toe. So far, so good. Oh, heb ik het level nu gehaald? Ik was gewoon al zo dichtbij het halen van het level en besloot toen opeens de serie voor een jaar dicht te gooien. Typisch mij weer, echt hoor. Typisch. Oké. Autosaving can be disabled in the menu. Oké. Hallo iedereen, alles goed? Oh, dat zijn heel veel legermensen. Oh nee, dat gaat mijn HP. Heel gat in mijn HP. Oké. Ga je dit oplossen? Granaatje erop. Woe! Zo, vaarwel sukkels. Ik heb nog een schaar bij me. Oh shit. Haha, maximale schaaraanval. Heb je misschien zin om te scharen? Nou, niet vandaag. Oké, zijn er nog meer boze mensen? Ik weet niet. Voor de zekerheid gewoon een granaat gooien. Ik heb nog Molotov. Altijd leuk om gewoon hele grote groepen mensen in de hens te zetten. Met Molotov en dan copyright logo. Oké, wacht. Die gast is echt klaar voor een katanus. Shit, net is te laag. Net is te hoog. Katanus, kom op. Katanus, you can do this. Yes! Hij is dood. Je moet een beetje boven ze schieten dus. De katanus is een moeilijk te besturen element. Vraag maar aan de avatar. Die bestuurt water, aarde, vuur, lucht. En katanus. Maar als je er eenmaal controle over hebt, dan merk je dat je leven kan beteren. Oké, zijn er nog meer gemene mensen? Want dat zou ik graag willen weten. Stuur even een mailtje naar gemenemensen@hotmail.com. Dit ziet er wel gezellig uit. Hallo, wat zie je te doen? Oh, het is een lift. Aha. Oké, welke item zal ik pakken? Gewoon dit wapen, denk ik. Het is een oké wapen. Het is niet het wapen of zo. Ik kan ook gewoon een granaat gooien. Ik heb echt niks fijns. Weet je wat? Stel, er staat een grote groep mensen mee op te wachten. 1 iemand. Oh my god. Katanus. Activated. Hier zitten nog wat gasten achter. Er zijn heel veel katanussen die kant op schieten. Woehoe. Dat ging best goed. Oh god. Ze komen voor me. Bam. Niet bewegen. Ik kan je toch niet raken met zo'n anus als je beweegt? Oké, molotovje dan. Ik krijg gewoon recht op jullie af. Bam. Heel veel vuur. Dat is wat ik graag wil. Oké. Nu ze eenmaal in de fik staan en in de war zijn, is het moment om gewoon mijn normale wapen te pakken. Nou ja, normaal. En ze lekker overhoop te schieten. Lekkere vleesgebakjes van ze te maken. Leuke bijnaam. Vleesgebakjes. Oké dan. We lopen deze hartstikke gezellige militaire basis langs. Ik heb eigenlijk geen idee wat we hier doen. Ik denk dat we nucleaire wapens aan het stelen zijn. Dat is wel echt iets voor ons. Even kijken. Ik moet hier omheen zien te komen. Oh, er zijn wat deuren. Daarachter zie ik namelijk health liggen. En dan lust ik wel. Oeh, sledgehammer. Die heb ik al. Kun je hoofd ermee afslaan als dat je ding is. Explosief gevaar. Nee joh. Waarom zou ik? Hey, monitoren. Is het nog gezellig daar? Nope. Iedereen is dood. Dan is het goed. Oh, dit gaat niet open. Balen. Oké, dan ga ik weer weg hoor. Als je zo doet, game, ga ik toch weer lekker weg joh. Doe ik echt niet moeilijk over. Oké, ik heb weer een beetje hel voorbij. Geen vuurwapens voorbij dit punt. Warning. Nucleaire apparaten. Nou, dat is niet erg. Jullie hebben zelf ook vuurwapens joh. Stelletje hypocriete honden. Ik sloop jullie. Ik zou even gaan opslaan. Ik zou eigenlijk een quick save knop moeten instellen, maar zo ben ik niet. Oké dan. Ik speel trouwens op easy, want deze game is moeilijk. Dan weet je het even. Wat gebeurt als je erop schiet? Ah! Dit maakt de game intens tricky. Op het moment dat je ook maar op één van de nucleaire wapens schiet, ontplof je direct. We gaan even nog een afstandje proberen. Yup, ik ben dood. Jammer genoeg heb ik geen sniperkogels, dan kunnen we het van nog verdere afstanden proberen. Misschien met een katje vanaf hier. Hey jongens! Wat zijn jullie aan het doen in de verte daar? Dan moet ik even een granaatje op ze gooien. Dit is heel zonde van mijn kogels trouwens. Nee, het werkt dus zo. Als je daarop schiet, ben je dus een beetje instant dood. Ja, oké.
Oké, dan weten we dat ook weer. Dat is dus redelijk tricky. Er komen dus allemaal gasten binnenlopen. En als je opeens zo'n nucleair vaatje schiet, ben je dood. Dus je moet echt een ultieme goede hoek pakken. Het is vooral niet handig om hier met van die scharen te kutten. Die alle kanten opschieten totdat ze ook maar iets raken. Het is ook niet handig om vijanden op je te laten schieten. Want dit is wel leuk. Ik vind dit soort dingen leuk in een game. Eén kogel kan gewoon meteen dodelijk zijn. En je speelt tegen een stel idioten die gewoon alle kanten opschieten. Heerlijk is dat. Oké, nou. La 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 la. Geef me nucleaire wapens. Woe! Oké, die is dood. Hartstikke dood. As dead as can be. Oké, hartstikke mooi. Stoltje erbij. Oh god. Ga maar dood. Cool, cool. Daar is een man. Zal ik hem slaan met een sledgehammer? Ik hoor nu iedereen denken, ja Rick, dit is het moment om een man te slaan met een sledgehammer. Nou, toevallig heb ik... Oh, ik kan ook op mijn plassen. Met mijn urine. Mijn vuururine. Haha! Oh god, weet je wat ik daar zie liggen, dames en heren? Ik zie daar een rocket launcher met nucleaire wapens erin. Atoombommetjes. Het zijn gewoon mini-atoombommetjes. Die man is dood. Door mijn plas. Dit is wat ze bedoelen met heb je last van een brandend gevoel bij plassen? Fuck, zo aan testen. Oh, hier kun je mijn hoofd ermee afhakken. Dat is nice. Geen idee hoe ik hier opeens aan kom, maar ik wil hem. Aha, hier vinden we dus onze nucleaire wapens. Precies wat we nodig hadden. Voor mij moeten we die hebben voor de storyline inderdaad. Gigantisch gloeiend groen ding. Dat is niet goed. Deze kun je gewoon meenemen voor je eigen lol, voor de storyline volgens mij. Dacht ik. Kan ik ze niet oppakken? Jawel toch. Jawel. Mini nuke launcher, hartstikke gezellig. Even kijken of ik deze ook nog op kan pakken. Of zijn ze hier voor de sier? Er zit één mini nuke in. Oh, hier is er nog eentje. Twee mini nukes. Ja, er liggen hier toch nog drie. Ik wil die ook. Ik wil deze mini nukes. Nou! Oké, die mag ik dus blijkbaar niet mee. Een goed bewaren dus. You picked up thermonuclear warhead. Tuurlijk kan dat. Opeens staat de hele wereld in de fik. Dat hoort erbij. Dat is een effect. Dat hoort erbij, meneer. Nee, gewoon negeren. Gewoon negeren, grotendeels. Oké. Interessant. Ik vind het een interessant plot point. Goede verhaallijn ook van deze game. Dit is een soort drugstrip waar je in belandt als je dus nucleaire wapens in je rugzak stopt. Niet doen. Niet aan te raden. Cool, cool. Oh, hier zijn honden. Oké, kak. Onthoofden. Oh, ik snij ze in stukjes. Dit is echt cool. Honden in stukjes. Ham, 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 ham. Oké, kun je over die kettingen lopen? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee waar ik nu heen moet. Ik wil eigenlijk niet dood. Dus dat is wel een dingetje eigenlijk. Oké, we moeten deze kant op. Gaat hartstikke goed. Oh, hier zijn zombies. Hallo, zombies. Tjaga! Tjaga! Wow! Ben jij gemeen? Helemaal op en zo. Echt niet cool. Gelukkig doen die zombies van de verte geen damage op je, denk ik. Moet wel even een beter wapen hebben. Oh, wacht, die zet wel in de fik. Woehoe! Ik had nog mijn nucleaire ding om ze dood te maken. Sledgehammer dan. Oké, shit. Deze zombies zijn sterk, man. Ik ga dood trouwens. Ik ga hartstikke dood. Heb ik nog die biertjes? Heb ik die opgedronken? Ik heb wel die nuclear warhead bij me. Wat de fuck gebeurt hier dan? Als je mensen doodmaakt, dan borrelt hun bloed. Omdat het zo lekker warm is hier. Hartstikke gezellig. Oké, dan. We lopen lekker door. We gaan toch over ieder moment dood. Dus zeg alvast maar vaarwel iedereen. Even deze fantastische jump maken. Even te kijken welk wapen ik wil gebruiken. Ja, ik heb mijn normale goede wapen niet bij me. Het beste wapen dat ik wel moet hebben is gewoon een pistool. Daar moeten we mee doen, vrees ik. Is er toevallig in dit soort hel gebeuren waar ik momenteel ben, wat leuks te doen? Gewoon wat leuke spullen of zo. Ze hebben wel wat bedden en borden en ja. Het zou best kunnen dat het einde van de game is waar we zo meteen heen gaan. Daar is Gary Coleman! Maak hem dood! Oh man, waarom gooit hij granaten naar me? Doe niet, please. Is hij dood? Hij ziet er redelijk dood uit. Looks dead to me. Oké, dan. Hij laat zich lekker, jongens. Oké, daar is hij nog een keer. Fuck jou, man. Echt. Kleine aap. Oh, het zijn er heel veel. Nee, dat kan ik echt niet aan. Oh, nee, ik ben dood. Balen. Oh, nee, ik dacht al wel dat ik dan opeens weer vet terug uitkom. Nou, dan kun je in ieder geval deze gast hoofd afhakken. Dat maakt een hoop goed. Hia! Nee, ik wou die gast hoofd afhakken. Nou. Oké, leuk filmpje weer. Oh, daar is een nuclear warhead. Neem hem mee. Was ik al van plan. Pak dit filmpje, man. Kun je het skippen? Weet je wat, ik ga wel gewoon lekker het filmpje kijken. Waar is die man heen? Teleporteert hij opeens weg? Wat kinderachtig. Nou, oké. We hebben een nieuwe strategie nodig voor de plek waar we net heen gingen. We moeten even iets meer op lange afstand doen en niet dichtbij. In het begin ben ik gewoon heel veel levens kwijtgeraakt. Door te kloten met het mes. Dat moeten we gewoon even niet doen en dan komt het helemaal goed. Oké, dan. We gaan weer naar de hel. Want daar is het gezellig. Yeah. Oké, dan. Daar is weer zo'n hondje. Die honden kunnen niet zoveel doen vanaf dichtbij, geloof ik. Vanaf veraf bedoel ik.
Hij staat ook nu echt hieronder. Oh, voor mij is hij van het level afgerend. Goed zo, hou zo. Die andere gast is heel moeilijk te zien door de kleuren en zo. Maar voor mij is dat hem. Ja, daar komt hij hoor. En hij is dood. Oké, nou dat ging een stuk beter dan net. Dit is hoe je hetzelfde stukje... Oh god, er leeft er nog een. Oh god, snel. Doe je trick. Oh, hij zit vast. Haha. 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 Oh, die is al dood. Wauw. Even opslaan. Ja, ik wil niet weer het hele filmpje meemaken hoor. Fuck die shit. Oké, we lopen lekker door. Hallo zombies. Loop maar lekker van de map af. Jemig, dat is opeens makkelijk. Pieuw, 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 pieuw. Wow. Gooi dat stuk van zo'n lichaam naar me ofzo. Dat is niet normaal. Ik ben geen kenner. Maar what the fuck. Wat een bevalling. Deze gasten hebben best wel health trouwens hoor. Dat mag ook gezegd worden. Ik schiet al best lang. Oh, ik schoot dat stukje zijn echt al voordat me raakte uit de lucht. Wat een eng gasten zijn dit. Je kan ook gewoon doorlopen trouwens hè. Ik besef me opeens. Je kan ook gewoon doorlopen. Weet je, wat je op de basisschool leert. Als mensen je pesten, gewoon negeren en doorlopen. En aan je juf vertellen. Nou, dat ga ik doen. Cool, cool. Oké. Gewoon lekker doorlopen, Rick. Gewoon die pesters lekker met rust laten. Oh shit, ik heb toch mijn piemel aan mijn broek gepakt. Hopelijk vindt niemand het erg. Oh, oké, die gast zit in de fik. Hopelijk rent hij van het level af. Nieuwe strategie. Plas op alles en iedereen. Kijk mijn urine de wereld in brand zetten. Dat is wel echt heel cool. Dat is echt OP urine. Wauw, we hebben de titel voor de video te pakken hoor. OP urine. Oké, we kunnen even wachten tot mijn urine weer uitstaat. En dan gaan we verder. Ik heb toch echt de neiging om zo'n nuclear warhead te gebruiken. Maar dan gaan we waarschijnlijk dood. Ja. Ik moet toch grotendeels gewoon dit wapen gebruiken. Ben ik ook het kattenlanceerding kwijt? Wat jammer. Wat jammer jongens en meisjes. Het zou best kunnen dat dit ding trouwens ook nog een special attack heeft. Waar je hem gooit. Oh, dat is... Ja. Dit ding kun je ook gooien. Dan moet je hem alleen weer oppakken. Super irritant. Deze komt terug volgens mij. Of niet. Jawel, daar is hij. Woehoe. Ik zie daar iemand in de verte. Kaching. Jammer genoeg duurt het heel lang voordat je wapen terugkomt. Oh, daar is hieronder nog eentje, joh. Die gaan we even pakken. Tjaka! Is hij dood? Nee, hij is wel een arm verloren. Of twee armen misschien zelfs. Oké. We gaan naar beneden. Hij is dood. Die is dood in ieder geval. Er zijn meerdere van deze kleine mannetjes. Maar... Oh shit, ik gooi hem echt tegen een granaat aan volgens mij. Oké. Gaat gewoon goed hoor jongens. Ik heb de situatie volledig onder controle. Oh, die is van het level afgelopen. Tuurlijk joh. Mietjes. Oh god. Niet echt... Wat een verschrikkelijk persoon ben jij dan? Gooit zo'n granaat in mijn face. Oké, ik moet even gauw een manier verzinnen om hem dood te maken misschien. Oh, deze gast kruipt nog. Wat stom. Oh, daar is hij. Tjaka! Loop niet! Oké, weet je wat? Ik pak alweer mijn pistool. Dat duurt hem weer veel te lang. Pistool, pistool, pistool. Dank je. Waar is die gast? Ik heb bruine pakkie aan. Viespeuk! Kom eens hier! Ga eens bier halen! Cool, hij is dood. Cool, cool, cool. Heb ik nog bier bij me nou? Van mij is er nog steeds iemand op granatennaam aan het gooien, of niet dan? Deze gast leeft trouwens nog. Noem het gewoon even op. Ga eens dood. Dank je. Alles is nu beter. Kun je nog in of zo? Er is wel een trappetje heen. Aha! Moest ik hierheen? Oh, dat wist ik niet. Gaan we opslaan? Ik heb wel heel weinig leven, maar we hebben ook niet echt veel keuzes. Dus ja, joh. We slaan lekker op. Ik ben trouwens al 18 minuten bezig. Wat een feest, joh. Wat gaat de tijd snel als je naar je zin hebt? Ik maak er wel 20 minuutjes van. Oh, ben ik hier weer? Huh? Waar moet ik heen dan? Ja, ik kan, die deur kon ik eerst niet in, dus ik ga waarschijnlijk wel de goede kant op. Dan moet ik gewoon teruglopen, denk ik. Dat zie je meestal vanzelf in dit soort games. Als zeg maar mensen heel boos op je afkomen rennen, dan ga je de goede kant op. Oké, dit is het moment om een nuclear warhead te gebruiken. Woehoe! Dat is, ja, een soort stuiterbal van lichaamsdelen. Komt gewoon hoofd op ons afgestuiterd. Heel casual. Hey man, alles goed? Cool. High five. Nou, dit is dus hoe je irritante delen van een game kan skippen met Rick Broers. Officieel expert in irritante delen van games skippen. Ik denk trouwens wel dat we de goede kant op gingen. Aangezien er in één keer een lift vol boze mannen naar beneden kwam. Moeten we ook weer omhoog of dat dan weer niet? Dat is natuurlijk de grote vraag. Moeten we nu met de lift omhoog? Oh, er is ook gewoon een trap, joh. Er is ook gewoon een trap. Wat handig. Dat wist ik niet. Nou, dan moeten we waarschijnlijk deze kant op. Hallo, vrienden. Voor het leven. Oké, ik heb niet zo heel veel health. Ik zal weer even gaan opstaan. Sorry voor altijd opstaan. Ik ben een sukkel. Je moet er wat, hè. Oh, shit. Wie geeft me nou weer een shotgun als aangeraden? Ah! Die granaat stuitte achter me aan. Ik heb echt nog 9 HP. Dat is niet zoveel. Ik heb momenteel een shot... Ik heb allemaal mijn wapens zijn een beetje leger. Dat is niet zo fijn.
Natuurlijk loopt het nu in één keer helemaal vol met vijanden en dan ga ik dood. Ja, ik ga zo dood. Oh god. Ah, ik heb help nodig. Oh nee, er zit iemand achter me. Waarom doe je dat? Waarom ben je zo'n boef? 4 HP. Oh god. Nope. Dat ging niet zo goed. Oké, dan. Ik moet een beetje wat meer, minder aanvallend zijn en wat meer de gasten op mij af laten komen. Maak me even dood. Ik ga het even opnieuw aanpakken. Dankjewel. Doe het er wel voor goed, oké? Cool. Oké, we moeten even anders aanpakken. Deze keer zien ze nog niet dat ik er ben. Benut dat nou, Rick. Oké. Zo dan. Boom. Waarschijnlijk zijn ze nu dood. Nog even een granaatje erin. Boom. Oh god. Ging dus nog helemaal verkeerd. Is er misschien iemand dood gegaan in het proces? Ik moet wat meer dit ding gebruiken trouwens. Deze is super cool. Gewoon wachten tot mensen om het hoekje lopen en dan denk ik... Tjaka! Allemaal bloed en organen. En orgaanbloed. Oké, dan. Ik kan ook deze weer gebruiken, maar daar heb ik er nog maar één van. De game heeft speciaal 2 van deze dingen aan me gegeven. Voor moeilijke situaties. Ik moet zeggen, de situatie waar ik nu in zit is niet makkelijk. Om het echt een moeilijke situatie te noemen. Oké, er zitten hier wel boze mannen. Misschien kan ik dit mes hier doorheen gooien? Dat kan niet. Oké, dan. Interessant. Ze kunnen me wel hier doorheen raken. Oké, dan. Ook interessant. Hartstikke interessant zelfs. Oké, kut. Oh, waar kom jij nou weer vandaan? Boefie. Oké, je pakt dat ding weer. Kom maar. Ik heb geen idee of mensen de moeite doen hierheen te lopen. Maar als er eentje naar binnen loopt, ik hak hem in stukken, jongen. Daar is er toevallig eentje. Wagga! Shit! Hij ketst gewoon af. What? Nope. 1 kogel van deze gast en ik ben doder als maar kan zijn. Fuck! Oh, hij maakt zichzelf dood. Gelukkig maar. Wat een idioot. Ken je die grap van die man die zichzelf dood maakt met een machinegeweer? Nou, ik wel. Hij is niet grappig. Maar het is wel een leuk verhaal voor YouTube. Het lijkt redelijk rustig. Hier is een health package trouwens. Of een panzertje. Dat kan ik ook wel gebruiken. En dit wapen is volledig geladen. Als hij iemand in zicht heeft, dan gaat hij sowieso dood. Er komen sowieso 1000 mannen naar binnen rennen zometeen. Ik ga even je schouder panzertje pakken. Dan komen we nog een beetje verder. Yes. Oké. Fuck jou dan. Bam. Warmtezoekende. Hittezoekende. Dat is hetzelfde. Torpedo. Oké, dan. Ik moet even je schouder wat hel vinden. Oh god. Is dit een vlammenwerper? Wat is dit? Ik weet het niet. Mijn kind. Ik ga even gaan opslaan. Er loopt toevallig net een man door mijn beeld heen. Dat is hartstikke fijn. Oké, ik ben dood. Kleine tip over het wapen dat we zojuist hebben opgepakt. Het is OP shit. Oké, kak. Deze hebben we even nodig. Waar is die man? Daar zo. Oh shit, hij ketst weer af. Waarom? Waarom werkt dit zo? Mag ik mijn wapen terug, alsjeblieft? Ik heb maak een soort illuminatiedriek met mijn handen. Ik moet echt een ander wapen verzinnen dan dit. Oké, andere techniek. Gebruik je anus. Pam, pam, pam. Oké, kak. Andere techniek. Wissel sneller van wapen, Rick. Ik kan ook over hem heen passen. Dat kan ik redelijk snel activeren. En dan stopt hij met schieten, want hij is te druk bezig om het in de fik staan. Jammer is dat de panzer niet zo heel veel doet. Dus eigenlijk heb ik nu gewoon een situatie gecreëerd waar ik 4 HP heb. Dus even gaan opslaan, want ik heb die man verslagen. De boef is verslagen. Oké. Ik probeer dus eventjes al deze hokjes te looten voor interessante troep. En dan verder te gaan met mijn leven. Oh god. Die is dood. Maar goed voor mij. Oké, die rent weer weg. Cool, later. Latertje. Ik weet nog wat granaatjes. Oh god. Pots. Nice. Super duper nice. Lieve kijkertjes. Ik heb goed nieuws. Ik heb health gevonden namelijk. Nice. Ik ga hier even opslaan. Super bedankt voor het kijken van deze aflevering van Postal 2. Volgende aflevering ga ik gewoon weer verder met Postal 2. Ik ga dus even gauw de DLC A Week in Paradise afmaken. En daarna ga ik lekker verder met een nieuwe DLC. Ik weet niet eens, Lost Paradise? Paradise Lost? Paradise Lost heet die volgens mij. Maakt niet uit. Ik zie jullie de volgende aflevering gewoon weer. Hopelijk vond je dit leuk. Geef even een duimpje omhoog als je blij bent dat Postal de Zwaai Zurück ist. Dat Postal 2 terug is voor als je echt geen Duits kan. Dat kan gebeuren. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering. La 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 la. Doei!